Het zijn van die uitvindingen waar je hart sneller van gaat kloppen. Nou, bijna letterlijk. Want mensen met falende hartkleppen die kunnen kunstmatige vervangers krijgen. Maar er zitten veel nadelen aan. Het Eindhovense bedrijf Xeltis heeft iets bedacht dat met al die problemen afrekent. Een technologie die ervoor zorgt dat ons eigen lichaam nieuwe hartkleppen aanmaakt. Xeltis maakt een nieuw soort biologisch ontbreekbare hartkleppen en bloedvaten. Op jaarbasis worden in Europa een paar duizend kinderen geboren met hartklepafwijkingen waarvoor ze een nieuwe hartklep, zoals wij die maken, nodig zouden kunnen hebben. Het materiaal dat we gebruiken is een biologisch afbreekbaar polymeer. Dus deze kunnen wij implanteren bij patiënten en dan in het lichaam wordt dat polymeer langzamerhand vervangen door weefsel dat cellen van de patiënt zelf maken. Het product dat wij maken heeft hele kleine gaatjes die precies groot genoeg zijn voor cellen om daarin te kunnen komen. En het materiaal verdwijnt langzaam. Dus uiteindelijk heb je zo een hartklep of een bloedvat die helemaal gemaakt is van de patiënt zijn eigen materiaal. Dus dit is zo'n hartklep als wij maken. Het is eigenlijk gewoon een buis met drie vliesjes erin. En de vliesjes zorgen ervoor dat bloed wel deze kant op kan stromen. Maar de andere kant op vallen de visjes dicht en houden ze het bloed tegen. En dat zorgt ervoor dat het bloed altijd de juiste richting in wordt gepompt. En wat je hier ziet, het hart heeft een aantal hartkleppen. Wij richten ons met ons eerste product op de pulmonale klep. Die zit hier. En wat wij dan doen, we vervangen eigenlijk een stuk van de buis met de klep door zo'n buis. En die wordt gewoon ingehecht door een chirurg. Ik haal nu een hechting door ons materiaal heen. En daarmee testen we als het ware door de hechting er doorheen te trekken, testen we de kracht van ons materiaal. En wat het sterk genoeg is om ingehecht te worden bij de patiënt. Hier doen we allerlei mechanische testen. We proberen ook het materiaal zelf uit elkaar te trekken. En dan kijken we hoeveel kracht daarvoor nodig is en hoe flexibel het materiaal is. Hetgene wat mij intrigeert aan het concept is dat je eigenlijk het lichaam stimuleert om zichzelf te herstellen. Nu worden inderdaad hartkleppen gebruikt die van kunstmateriaal zijn gemaakt, die niet kunnen afbreken, of van materiaal van varkens bijvoorbeeld. En met al die materialen is het probleem dat er levenslang medicatie nodig is, zodat ze maar beperkt meegaan. We zijn nu nog bezig met het proces om onze hartklep goedgekeurd te krijgen voor gebruik bij patiënten. De verwachting is dat in 2018 we deze goedkeuring zullen hebben. Ik denk wel dat de producten die wij maken de nieuwe standaard gaan worden voor hartklepvervanging. Het maken van een product voor kinderen, een product dat de potentie heeft om wereldwijd een impact te hebben in hoe kinderen en patiënten in het algemeen behandeld kunnen worden, ik denk dat dat heel erg motiverend is. Voor mij in ieder geval.